22 medewerkers van het kabinet van de president en het instituut van de First Lady zijn begonnen aan de opleiding tot buitengewoon agent van politie. Zij zullen hiermee beter in staat moeten zijn om invulling te geven aan hun functie. De lessen zijn op maandag 15 mei van start gegaan op het kabinet. De training, die bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, duurt 4 maanden. De cursisten hebben na afloop de bevoegdheid van BAVP'er. In feite een BAVP-opleiding. Het bestaat uit 34 cursisten. En het gaat sowieso dat ze meer wetskennis krijgen. Toch? Wetskennis krijgen en dat ze meer te weten komen wat de bevoegdheden zijn waarin ze hun taak moeten verrichten. En dat ze sowieso na de hand, wanneer ze klaar zijn met de opleiding, dat ze de bevoegdheid hebben om dan als opsporingsambtenaar te mogen dienen. Normaal duurt zo'n opleiding tussen 4 maanden en 5 maanden. Ja, want dan heb je dan een rustpauze van 2 weken. Na het theoretische gedeelte heb je dan meestal 2 weken pauze. En dan wachten we dan op het resultaat. En daarna begint het praktische gedeelte, die ongeveer 2 weken duurt. Dus om en bij duurt zo'n opleiding niet langer dan 5 maanden. Een van de bevoegdheden zijn dat je sowieso opsporingsambtenaar wordt. En dat je bij uitzonderlijke gevallen dan buitenheden dat mag aanhouden. Toch, u bent opsporingsambtenaar zoals dat aangegeven is in artikel 34 strafvordering. Nadat je beëdigd bent geworden, word je sowieso met bevoegdheden omkleed. En dat ze nooit uit te nemen hun bevoegdheden mogen misbruiken dan waarvoor ze deze bevoegdheden hebben verkregen. Dus sowieso letten we erop, we geven tijdens de training ook mee, dat u uw bevoegdheden niet meer mag misbruiken dan waarvoor ze gegeven zijn. En daarom trekken we heel hard aan zulke eisen. Voordat je deelneemt aan zo'n BAVP-opleiding, word je ook medisch gekeurd. Ja, er wordt ook een psychologische test van je afgenomen. En je moet dat alles positief hebben afgelegd. En je hebt ook dan daarna een antecedentenonderzoek. Dus ter voorkomen dat mensen die ongunstig staan bij de justitie in aanmerking komen om zo'n BAVP-opleiding te mogen volgen. Dus ten aanzien daarvan is ons huiswerk wel heel goed gedaan.